Hallo en welkom bij een nieuwe video. En vandaag gaan wij het hebben over de low kick en hoe je hem zo hard mogelijk kan geven. Oké, low kick. Er zijn een paar dingen die je moet onthouden wanneer ik een low kick geef. Eén is, ik draai in met mijn linkervoet. Dan probeer maar eens als je thuis bent, als ik hem recht naar voren heb en ik schop. Nou, kom ik ongeveer tot hier. Als ik hem openzet, ja, dan schop je er niet meer heen. Dus dat wil je creëren. Je wilt er doorheen gaan. Alsof het een honkbalknuppel is. Doorheen swingen. Het doelwit staat als het ware in de weg van je trap. Dus ik probeer hem niet hier te raken, zeg maar exact op impact. Je wilt ergens doorheen schoppen. Dus eigenlijk mik ik naast de paal. En die paal die zit zeg maar in de weg van mijn trap. Zo moet je een beetje visualiseren. Daarnaast, wat het ding met low kicks is, je hebt verschillende varianten van low kicks. Je kan bezig zijn, relaxed, een puntje pakken. En eigenlijk niet gemaakt op schade. Het is meer om iemand op afstand te kunnen houden. En nogmaals, even een puntje pakken, that's it. Dat doe je vaak van boven naar beneden, om zo technisch mogelijk. Maar wanneer ik een tussenhaakje zo technisch mogelijk een low kick geef, gaat mijn heup omhoog en ik schop van boven naar beneden. Geliefd met de binnenkant of bovenkant van je scheenbeen, dit gedeelte, van boven naar beneden. Alsof ik een boom omhak, doe je van boven naar beneden. Nu heb je hem zo technisch mogelijk. Het probleem is alleen, dat is iets makkelijker te blokkeren en er zit minder kracht achter. Want ik moet eerst mijn heup optillen. Nu gaat mijn kracht van boven naar beneden. Dus ik kan er moeilijk echt momentum in gooien. Wat je ook kan doen, is je zit er een soort van tussenin. En hij gaat in één beweging en dan is hij schuin, omhoog of horizontaal. Op die manier kan je een stuk harder schoppen, maar waar niemand je blokkeert, kan je ook je eigen been zeg maar stuk schoppen tegen het andere scheenbeen. Kan je je voorstellen dat als ik omhoog schop en iemand anders blokkeert dat op het harde stuk en dat heel veel zeer doet. Dus dan moet je zeker weten dat je vol committed bent, 100% snelheid gooit, want hij mag niet geblokkeerd worden. Als hij geblokkeerd wordt, doe je zoveel zeer. Dus je kan het zien, dit is veilig van boven naar beneden te schoppen. Want je gaat vaak ook een beetje om de knie heen en maar ja, minder kracht, minder snelheid. Maar wel technischer en zit minder gevaar aan. Maar kan ook openzetten en volle kracht omhoog schoppen. De kans dat je hem raakt is vaak groter. Het is minder makkelijk te verdedigen omdat het sneller is. Maar als je het ziet en hij blokkeert het, en ja, hij zet al je gewicht achter en schopt keihard en hij gooit zijn knie omhoog, ja, dan breek je eigen scheenbeen erop. Dus dat is een afweging in het gevecht. Stel je voor, ik heb een linkerhoek gegeven. Ik weet dat hij zwaar staat op zijn linkerbeen. Het is gebeurd, hè, als jij links hier kracht zet. Als ik hier kracht voel, dan kan je linkerbeen niet omhoog tillen. Dan gebeurt dit. Dus wanneer ik net die harde linkerhoek gegeven heb, dat ik zeker weet dat zijn been niet omhoog kan, dan kan ik gaan voor die volle kracht trappen. Dat is niet erg. Linkerhoek vol uithalen. Maar wanneer ik eigenlijk alleen maar de low kick op zich geef, dan zou ik nooit volle kracht trappen, want de kans dat hij blokkeert en ik mezelf eigenlijk alleen maar zie, is veel groter. Dat zijn een beetje twee afwegingen die ik kan maken. Veilig en voor punten, of keihard en voor schade. Oké, dankjewel voor het kijken van deze video. Hopelijk weten jullie weer iets meer van de low kick en kan je daar lekker veel schade mee gaan doen als je aan het sparren bent. Probeer niet iemands benen binnen te schoppen, dat doet het tijdens het sparren. Wil het professioneel houden. Dankjewel voor het kijken en ik zie jullie in de volgende video.